Universiteit voor de heer Willem Bol. Dat is even spannend. Eens even kijken, er zit wel een achtje in. Een zeventje, daar doe ik het ook voor. Rustig, Willem, rustig, rustig, rustig. Archeologie, klassieke oud... 2.1. 2.1? 2.1? Ja, zien, het kind is pas een paar weken oud, heeft nu al een drankprobleem. 4 flessen per dag, plus wat hij van zijn moeder krijgt. Het is toch ongelooflijk, hè? Ja, ik zou het niet zo gek vinden, hoor. Als het niet de ene kant erin ging en op hetzelfde moment de andere kant er weer uitkwam. Ja, het komt er ook wel eens de ene keer in gewoon en komt er aan dezelfde kant uit. Hè? Ja. Zodat ik geen schoon overhemd weer in de kast heb liggen met deze kleine spuugmachine. Zo de... Luister je wel naar me? Nee, niet echt. Ja, sorry, Henri, maar ik krijg net het tentamen van de Open Universiteit. En ik heb het een beetje verknald. Ah, schijnt het eruit. Zal toch eens wat meevallen zeggen. Kom nou, wat heb je? 7? Hè? 6? Nee. 5,5? 5? 4? Nee. 3? Hé, hey, Bert staat de Space Shuttle toch niet af te tellen? 2.1. 2.1? Ja. Maar je krijgt al een 1 als je alleen je naam invult. Ja, Henri, ik weet het allemaal, ik weet het. Het is mijn eigen schuld. Maar het was ook zulke lastige kosten. Ik heb het alles maar voor me uitgeschoven. Wat een geluk dat Rick er niet is, zeg. Jeetje, ja, die hebben we jaren achter zijn broek gezeten voor goede cijfers op school. Nee, dat had ik er even niet bij kunnen hebben. Buisbol met Bol. Dat is Parklaan 4. Ja, tot uw diensten, dag meneer. Hier. Dennis Boogaard van dat padvindersclubje van je. De Broederschap van het Kompas is geen padvindersclubje, Willem. Dat is een eerzame organisatie die erg goed werk doet. Ik ben er trots op daar lid van te zijn. En dat het jou nou niet beviel, dat betekent niet meteen dat het een padvindersclubje is. Hè? Waarom wou je ons adres weten? Weet ik veel. Misschien willen je wat opsturen. Oh, nee. Dus voor de uitnodiging van volgende maand is waarschijnlijk bij hem. Hé, Henri, wat doen we hier nou mee? Over 3 weken is de herkansing. Nou ja, ik wil je wel helpen. Ja, wat weet jij nou van de oude Grieken? Willem, ik ben opgegroeid met de oude Grieken. Huh? Ja, vertel, hoe ver ben je gekomen? Huh? Heb je de Mycense beschaving al gehad voor de Doorse inval om 1200 voor het... Wat nou Mycense beschaving? Ik bestudeer de oude Grieken. Waar ligt Mycenae eigenlijk? In Griekenland, Willem. Oh. Ik hoor het al... Jij hebt mijn hulp hard nodig. Ik zal als jouw persoonlijke mentor je alle trucs leren die je kent. Trouwens, is erg eenvoudig. Het is gewoon een kwestie van je natuurlijk intellect naar boven halen en tot grote bloei brengen. Oh, misschien dat je dan gelijk wat opsteekt van tuinieren. Nee, maar even goed bedankt. Nee, het zal heus wel meevallen, hoor. Het enige wat je moet doen is wakker blijven, veel koffie drinken en hier is mij. Of wil je het liever zo? Hij schijnt nou een kinderachtige man. Och, ik dacht dat er een klant was. Oh, dat zou ik ook wel willen zeggen. Jongen, wat een ochtend, zeg. De laatste keer dat het zo rustig was, dat was... Gisteren? Ja, gisteren, ja. Zo. Als het zo doorgaat, dan gaan we wel krap bij kas komen te zitten. Ja, vroeger hadden we de hapkaart tenminste nog, die wat kon bijspijkeren. Nee, Harry Stevens, geen sprake van. Ja, wat? Jij gaat niet weer met zo'n fritkot beginnen. Nou, wie zegt dat ik dat doen wil dan? En als jij van plan bent die oude roestbak uit het kanaal op te vissen, vergeet dat dan maar. Ja, natuurlijk niet. Alhoewel, ze zijn nog steeds het plan om die oude Titanic uit de zee op te vissen. Ja, maar die is het waard. Die roestbak van jou was als groot toen die niet was. Nou, je hebt nog gelijk ook. En trouwens, de kroketten die erin zitten zijn hartstikke doorweekt, joh. Natuurlijk. Ach, ja. Harry, als je nou eens iets zou verzinnen waar we allebei verstand van hebben en iets wat niet zo duur is om op te starten. Hm? Nou, iets praktisch of zo. Ja. En wat dacht je van een loodgieterijtje? Dat ken ik ook. Zie jij die bruine vlek daar op het plafond? Nee. Hm? Dat is van toen jij de verwarming in de slaapkamer wou repareren. Oh ja, ja, ja. Ja, eten! Harry, denk nu zeker niet aan je maag. Nee, ik bedoel eten. Weet je wel, catering. Feesten, trouwpartijen, eerste communies. Weet je wel, joh, de voorbereidingen, dat doen we hier. En het koken en het uitserveren doen we daar ter plekke. Joh, het kost ons bijna niks en de rest is pure winst. Heerlijk. Harry Stevens, volgens mij heb jij bij hoge uitzondering eens een keer iets zinnigs bedacht.
Even voor, hè? Ja. Wat zijn dit voor zuilen? Griekse? Ja, Willem, ja. Het zijn allemaal Griekse zuilen, hè? Maar wat voor stijl, hè? Dorisch, Jonisch, Corinthisch. Corinthisch? Nee. Dit zijn Dorische zuilen. Oh, ik dacht dat dit Dorische zuilen waren. Nee, dit is Corinthisch. Dorische zuilen zijn heel simpel, eenvoudig, oninteressant. Ja. Hè? Corinthische zuilen zijn druk, levendig, charmant. En Jonisch zit er zo'n beetje tussenin. Ja, het ligt aan dat boek. Ik kan niet tegen dat boek. Begrijp je? Ik moet het in levende lijven zien. Ik ben een oude bouwvakker. Ik moet het kunnen aanraken. Weet je, dan weet ik het. Ja, nou, hou het boek dan vast. Nee, door de zuilen. Oh ja. Je moet woordassociaties maken. Ik zal je uitleggen wat ik bedoel. Herinner jij je Doreen? Die vriendin van Simone met het kort donker haar. Eenvoudig, oninteressant. Ja, wat bedoel je daarmee? Nou, Doreen lijkt op Doris, begrijp je? En ja. Ze zijn allebei gewoontjes en oninteressant. Dus als je nou iets tegenkomt wat gewoontjes en oninteressant is, hè, dan denk je dus aan die Doreen en dan kom je vanzelf op Doris. Ja, maar wacht eens even. Ik ken ook een Doreen. Dat was een vriendinnetje van Rick. Dat was een hartstikke knap meisje. Ik probeer je eens uit te leggen, Willem. En neem nou dat meisje uit de sigarenwinkel van jou, die Carina. Kijk, die vond ik nou niet interessant. Die vond ik doodsvervelend. Kan ik die de naam niet gebruiken? Nee, natuurlijk niet. Want Carina heeft niets te maken met Doris. Ja, maar dan kan ik haar naam toch gebruiken als ik me dat wil herinneren? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Carina klinkt toch veel meer als Corinthisch? Ja, nou, dat bedoel ik. Dan kan ik haar naam toch gebruiken als ik dat wil herinneren? Nee, Willem, zo werkt het niet. Want Corinthisch is vrolijk en charmant en druk. Maar die uit de sigarenwinkel, dat dacht ik niet, hoor. Oh. Kijk eens, opa's, weer een lijk van het slagveld. Ah. Zo. Even rust, hoor. Nou, hij heeft zijn buikje vol, luier schoon en hij slaapt. En allemaal tegelijk? Mijn zoon is een genie, opa. Hé, wat hoor ik nou? Gaat zo slecht op school? Laat eens kijken, want ik wil je cijferlijst wel eens zien, hoor. Ja, nee. 2.1, opa. Ja, nou, de Griekse oudheid gaat een beetje slecht, maar de rest gaat perfect, hoor. Nou, dat maakt niks uit, hoor, opa, want 2.1 op je eindrapport en je zakt gewoon. Je moet minstens een 4,5 hebben en dan nog wat compensatie. Dan heb je kans dat het nog wel lukt, maar... Ja, waar heb je Rick voor nodig als je aan hebt, hè? Trouwens, ik denk dat er een diepere gedachte achter zit dat ik de enige in de familie ben die nog geen bul heeft. Wat doe je zo raar, Willem? Nee, kom op, opa. Hè. Je kan het best. Ja, nou. Het is alleen jammer dat Rick er niet is om dit mee te maken. Hé, je vertelt het hem niet, hoor. Nou, haal het niet in je hoofd. Nou, daar gaat je motivatie. Ja. Nou, vooruit. Laten we nog even die zuilen afmaken, hè? Moet je horen, Harry. Ja, ik heb een heel goed idee. Ik heb eens even na zitten denken. En wat zou je zeggen van het volgende? Ja. Als ik nou bij Doreen denk aan vervelend en oninteressant... en bij Carina aan wulps en sierlijk... dan kan ik de associatie maken van Doreen naar Doris... en van Corina naar Corinthisch. Ja, dat probeer ik je nou de hele tijd uit te leggen. Oh. Nou, verder gaan we. Wat is dat? Dat is een Carina. Corinthisch! Ja, nee, dat bedoel ik ook. Dat bedoel ik ook. Nou, ik geloof dat maar goed is dat Rick er inderdaad niet is, zeg. Ja, dan hoeven we alleen nog maar de visitekaartjes te hebben en de folders te ontwerpen. Hey, Harry's houtcuisine, catering voor alle aangelegenheden, menus voor alle budgetten, eten en drinken van de allerhoogste kwaliteit bereid door de beste chefs van het land. Hey. Oh, ga je gelijk maar chef Cox inhuren? Ja, ik ben er gek. Hallo. Helpie. Hey, jij raadt nooit wat wij gaan doen. Nou. Wij gaan in de catering. Ja, hapjes en drankjes verzorgen. Voor trouwfeesten, bruiloften, partijen, communies enzovoort. Ja, ik zit net de folder te ontwerpen, joh. Zo, goed idee. Weet je, het enige wat ik mis is entertainment. Entertainment. Moet je eens nagaan wat voor zaken je kunt doen als je een volledig pakket kan aanbieden. Niet alleen eten en drinken, maar ook cabaret en zo. En ik ben een mannetje die daarvan kan zorgen. Ach, Jopie, kom nou op. Wij zitten echt niet te wachten op een paar van die meiden van jou... die een of ander nummertje komen doen op een communiefeest van een kind. Ja, nee, daar heeft ze wel gelijk in natuurlijk. Kijk, jongen, als je je eerste communie doet... dan beloof je dat je je leven toewijdt aan God. Hè? Maar als jij nou aankomt met een stel van die meiden die er gaan staan dansen... maakt het wel erg moeilijk voor zo'n koutertje natuurlijk. Hè? Wat denk je wel van me? Nee, laat maar zitten. Nee, maar je moet optredens hebben met klassen. Comedie, magie, dans en zingen natuurlijk.
Oh, dat zingen vind ik misschien nog wel niet zo'n slecht idee. Ja, nou, maar waar halen wij dan al die acts vandaan? If I were a rich man, I would die, 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 all day long, I'd biddy, biddy, bum, if I were a wealthy man. Show I oh, ik ben sprakeloos. Misschien ben ik wel ziek. Voel je zo slecht? Nee, eigenlijk vond ik het best goed. Ja, en daar maak ik me nou zorgen over. Hallo, hier is Harry. Ah, hey, Jopie. Hallo, heren, ga zitten. Ja, fijn dat jullie er alle twee zijn, want ik heb namelijk jullie raad nodig. Zo, ik zou zeggen, trek een net pak aan, hè, beken schuld en wacht op de genade van de rechtbank. Nee, niet dat soort raad, ben je gek? Nee, dit is een marktonderzoek, hè. Moet je luisteren. Zouden jullie nou genegen zijn om een bedrijf van buitenaf in te huren om jullie... catering op jullie feestjes te verzorgen, bijvoorbeeld? Nee, daar moet ik niet aan denken. Nee, ik hou het liever in zijn eigen hand. Ja, nee, ook als je het heel erg druk zou hebben. Nou ja, dan moet ik het wel heel, heel, heel erg druk hebben. Hoezo? Ja. Hij gaat de catering in. Ja. Hey, meen je dat nou? Dat vind ik een hartstikke goed plan. Ja. Harry's houtcuisine. En cabaret. Ja. En ik verzorg de cabaret. Hier, kijk. Ja, nee, meneer Buis. Ja. Pak eens een kaart. Geef niet welke, mag hem niet zien. En stop hem ergens erin. Geef niet waar. Is dit uw kaart? Nee. Echt niet? Nee. Is dit uw kaart? Nee. Zo, dat is geregeld. Ik heb even met Willem en Henri gepraat en ze willen graag morgen op Ricky passen. Oh, gaan we ergens naartoe dan? Heb jij een verrassing voor mij? Tadaa! Wij zijn morgen uitgenodigd op de universiteit voor een lezing van dokter Karl Strauss. Dokter Karl Strauss? Interessant. Ja, het onderwerp... Even wachten hoor. Verschijnselen van kanker in de posteriore hersenkwabben van jachthonden. Spannend, joh. Ik kan bijna niet wachten. Ja, ik weet dat je een beetje opgesloten voelt hier met de baby en zo. En ik heb dus aan Barend gevraagd of hij me op de hoogte wil houden van alle speciale gebeurtenissen die op de universiteit plaatsvinden. Zoals lezingen, tentoonstellingen en zo. Nou, dit heeft hij me gisteren toegestuurd. Nou, dat vind ik aardig van hem. Ja, ik vind het ook heel aardig van jou. Want na een dag vol vieze luisverschonen ben ik er echt aan toe om te horen over de posteriore hersenkwabben van de jachthond. En ik ben ook erg benieuwd naar het paargedrag van een grasparkiet. Dus lieverd, als hij nog wat weet, laat hem mij meteen bellen. Bedankt, schat. Muah. Nou ga ik een bad. Waarom heb ik nou het gevoel dat ik iets gemist heb? Is dit uw kaart? Nee, ach, schijn nou toch uit met dat flauwekul, zeg. Maar doe maar rustig aan, heb nog maar 6 kaarten om uit te kiezen. Ja, ik ben een beetje roestig in de vingers, weet ik. Hoe Buis met Buis? Oh, Max. Ja? Ja, 4, ja. Parklaan 4, ja. Ja hoor, daar. Is dat er weer eentje van die broederschap? Ja. Dat was Max Scherver, hij wilde ons adres weten. Wat? Hoeveel maandelijkse bijeenkomsten hebben jullie wel niet per maand? 1. En deze maand is de bijeenkomst... Hier. Hij is hier. Hij is hier. De bijeenkomst is hier. Wat? Ze komen morgen hier voor de lunch. De hele broederschap komt hier voor een hapje en een drankje. Oh, grote genade. Ik moet me even concentreren. Zeg. Hoe lossen we dit op? Ik kan nu de boodschappen doen en dan voorbereidingen maken. Morgenochtend begin ik onmiddellijk te koken. Dan moet mijn kamer nog opgaan. Meneer Stevens, bent u ziek? Nee, maar kan ik dat nou niet voor u regelen? Wat, mijn kamer opruimen? Nee. Die catering van het feestje verzorgen. Ach, schet het er alsjeblieft uit. Het is erg vriendelijk aangeboden, hoor. Maar mijn gasten verlangen iets anders dan patat met zuurruin. Ja, nee. Meneer Buis, wij leveren uitsluitend de eerste klas kwaliteit. Toen nou, meneer Buis, geef ons nou een kans. Nou, weet je wat? Ik verzorg die hele catering met alles erop en eraan. Gratis en voor niks. Voor niks? Nee, oké.
tegen kostprijs dan. He, toe, meneer Buijs. Huis, doet u dat nou, hè? Nou, daar hangt heel erg veel van af voor mij, hoor. Ja, maar voor mij ook, meneer Buijs. Kijk, dat levert ons allemaal weer nieuwe klandizie op. Het is voor ons een soort vliegende start. Nou, Huis, u zal er geen spijt van krijgen, eerlijk niet, als u dat doet. Nou ja, vooruit. Nou, vooruit, vooruit. Tegen kostprijs, vooruit. Maar... Oh. maar... Het is om 12 uur. U moet niet te laat zijn, hè? Oh, nee, meneer Buijs. Nee, wij zullen u echt niet teleurstellen, hoor. Meneer Buijs, echt niet. Nee. Ik hoop het van ganse hart. Ja. Is dit uw guide? Ja. Tada! Jopie. Oh, Nico. Nou, ik dacht dat het Jopie was met de bestelwagen. Oh, hij is zo laat, hè? Wat heb jij hier allemaal? Ja, nou kijk, het is zo'n chique aangelegenheid. Dus ik dacht meteen aan gerookte zalm en paté van ganzenlever. En van die sausijzenbroodjes, weet je wel, luxe. En tomaatje en al meer van die koude kakhappies, begrijp je? Kaviaar? Ja. Wat heb jij daar maar voor uitgegeven? Nou, maak jij je daar nou maar geen zorgen over, Nico. Moet je luisteren, dit is investeren in de toekomst, joh. Van nu af aan geen patat meer. Nee, de naam van Harry Stevens gaat hand in hand met kwaliteit, eerlijk. Ik hoop het voor je, Harry. Nou. Waar haalt Jopie die bestelwagen vandaan? Oh, die heeft hij geleend van een van zijn meiden. Een van zijn meiden? Ja, joh, maar hij is helemaal in orde, hoor. Want ze hebben het matras eruit gehaald. En waar blijft hij nou? Hij is al hartstikke laat. Is goed, hè? Ah, Harry, daar ben je. Ja. Jij nog een slokje? Nee. Ik moet niet te snel drinken. Maar misschien moet ik even wat eten. Ja. Een bodempje leggen, weet je wel. Ja. Komt eraan. Ja. Hoe is het verder met je? Ach, ik mag niet klagen. Oh, ik stond net Frank te vertellen over mijn nieuwe auto. Oh, ja. Het is een Jaguar XJ8. Schitterende wagen. Ja, ik heb ook al een Bentley en een Rolls Royce. Oh, ja. Dus als ik er nou nog een Aston Martin bij heb, dan heb ik mijn klassiekers wel compleet, denk ik. Wat vind jij? Ja. Ach ja, de winst was zo hoog vorig jaar. Dat moest ik toch ergens aan uitgeven? Je had het misschien ook kunnen verdelen onder de werknemers. Huh? Ja. Oh, ja hoor, natuurlijk. Erg grappig. Grappig, ja. Heb jij al iets van Stevens gezien? Nee, joh, die had het er al lang moeten zijn. Goh, fijne kracht ben jij, hè? En zo betrouwbaar, jongen, in moeilijke tijden. Hier zo. Joh, kan ik het helpen? Ik kon het pocketding vanmorgen niet aan de gang krijgen. Jongen, wie neemt er nou ook zo'n rammelkast mee? Daar is toch geen beweging in te krijgen. Joh, hij wordt elke dag gebruikt. Weet je wat het is? Hij beweegt wel, maar nooit vooruit. Oh, wacht even, daar is een taxi. Oh. Meneer, kunt u even openmaken? Zo. Ja, u vindt het niet erg om de baby nog even te houden? Nou, beslist niet hoor. Heerlijk zo. Nog iets van Harry gezien? Nee. Hoe heb ik het kunnen doen, zeg? Moet in een vlaag van verstandsverbijstering geweest zijn. Het wordt nu toch hoog tijd om eens een bodempje te leggen, Harry? Ja. Heb hier echt niets te eten? Nou, de chef zet nog even de puntjes op de i. Komt eraan, hoor. Willem, wil jij dit even vasthouden? Ja. Tik er nog aan toe, zeg. Nou, dat is wel buitengewoon onhandig, zeg. Ja, onhandig van mij toch niet, van jou? Jij had dat ding er beter op moeten schroeven. Ja, kom, eindelijk, zeg. Ja. Ik haal even een lapje om de boel even op te ruimen. Geef die handenslag, jongen. Eindelijk, sir. Waar staat jullie nou? Je bent bijna een uur te laat. Ja, neem me niet kwalijk op, meneer Buijs, maar het was heel de ochtend al zo'n pleurisbende, eerlijk. Ja, we hadden een beetje pech onderweg en toen heb ik je gezien. Stil, joh. Nou, wat vindt u er nou van? Is dit zalm? Is dat echt? Meneer Buijs, ik had u beloofd alleen de best. Of mijn naam zou geen Harry Stevens zijn. Hè? Nou, prima, hoor. De best, ja. Ik zou zeggen, breng het zo snel mogelijk naar hiernaast, hè, voor ze mijn planten gaan opeten. Oké. Okay. Hey, eentje tegelijk. Move, Joop. Move. Ja, okay. Fred. Ja, vlug dan maar. Move. Ah, de hapjes. Oh, oeps. Bedoel je dat soms als een literaire referentie? Moet je mijn bakken zien? Ja, zeg maar, dit was toch een ongelukje, meneer? Ja, meneer Stevens kan dit niet helpen. Er lag melk op de grond. Eigenlijk is het meneer Willems fout. Wat, meneer Willems fout? Jij moet die speengoed op... Nee, het was helemaal niet jouw fout. Dat zeg ik toch niet? Nee. Er is nog een Willem in de zaal. Heren, als u mij toestaat, even het woord tot u te richten. Mijn moeder zei altijd, de beste heilmeester voor alle zonden van de wereld is muziek. En daarom... If I were a rich man, idle, didle, 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 down, all day long, I'd be the billow. Hallo, meneer Galijns. Moet dit nou echt? Harry,
Toen je voor het eerst bij de genootschap kwam, leek het ons dat je uitstekend bij ons paste. Maar als dit jouw idee is van een ontvangst op niveau, dan weet ik het nog niet zo zeker. Ja, het spijt me buitengewoon en ik geef ruiterlijk toe dat de organisatie vandaag niet optimaal is. Niet optimaal? Henri! Ja. Ik heb een orduivre in mijn borstzakje. Dit pak is op maat gemaakt door de beste kleermaker van Savile Row in Londen. En jij hebt een cateraar ingehuurd die denkt dat hij een acrobaat is en een zanger die nog niet op één na laatste kan worden van de karaoke-wedstrijden. Wij halen die idioot vandaan. Zeg, kan ik misschien een beetje mee? Nee, wacht even, Dennis. Ze hebben een hele moeilijke ochtend gehad. Hè? En je moet niet zo gauw met je oordeel klaarstaan. We hebben het hier niet over mijn oordeel, Henri, maar over het jouwe. Zeg, dan moet je eens even goed luisteren. Nee, gepompte snop dat je Willem, laat. Nee, ik laat hem niet. Niemand spreekt zo tegen mijn vrienden op zo'n toon. Nee, wacht even. Relax. Ogenblikje. Wat krijgen we nu? Pak eens een kaart. Wat? Neem eens een kaart. Geef niet welke. Harry, wil je deze idioot even vertellen dat hij moet ophoepelen? Zeg, Dennis, ik geloof dat ik het helemaal niet zo leuk vind dat je op een dergelijke toon tegen deze mensen praat. Hij mag dan niet een geweldige entertainer zijn. Zeg, en maar niet, meneer Stevens, niet zo'n geweldige cateraar. Dank je wel, meneer Huis. Maar het zal je vrek te veel moeite kosten om twee zulke goud eerlijke, hardwerkende mensen tegen te komen op deze wereld. Ach, ga nou toch gauw, Harry. Nou ja, als je er zo over denkt, dan moeten we misschien jouw lidmaatschap van de broederschap opnieuw overwegen. Oh nee, dat hoef je helemaal niet te overwegen. Want ik stap er vanzelf wel uit. Als ik er goed over nadenk, vind ik jullie eigenlijk meer een stelletje kinderachtige padvinders. Een stelletje kinderachtige padvinders. Die alleen maar aan zichzelf denken. En geen oog hebben voor de zorgen van de mensen om zich heen. En geen oog hebben voor de zorgen van de ganse wereld om zich heen. Dus flikkert als de sodemieterraaien. Dus flikkert als we gaan weg. Ga alsjeblieft weg, donderdag. Weg met die broederschap. Mag gek geworden. Ja, weg met de broederschap. Mijn wensen opdrinken. Alleen maar aanmerkingen. Ik heb hier een kind. Zeg, hallo. En kom nog eens langs, wippen. Maar niet te snel, hoor. Nu, buis. Hartelijk dank voor de mooie woorden die u over ons gezegd hebt. Ja, ik meende ieder woord. Dat wij hardwerkende, goudeerlijke mensen zijn. Dat wij dus niet zo geweldig waren, dus. Nou ja, het spijt me heel erg, meneer Buijs, dat het allemaal zo gelopen is. En het spijt me nog veel erger als dat een verwijdering tussen u en de broeders heeft teweeg gebracht. Maar Harry, dat maakt nou toch niks meer uit. Hij hoort er toch niet meer bij, hè, ouwe makker? Nee, en daar heb ik ook absoluut geen spijt van. Nee, hoor. Hey! Hoe was de lezing? Lezing? Dat is nou toch zo gek, hè? We waren op weg naar de universiteit. En toen kwamen we bij een romantisch restaurantje. Ja. En van het een kwam het ander. Tegen de tijd dat we de champagne op hadden en dat we terug waren van het boottochtje langs de rivier. Ja. Ik begrijp het al, hoor. Klinkt heel educatief allemaal. Met Anna van Vliet. Rick, hoe is het? Nee. Het is Rick. Ja, wie had dat nou kunnen denken, hè? Ja. Oké. Hij belt helemaal vanaf Sint Maarten en opa Willem, hij wil jou spreken. Hij wil mij spreken? Ja. Hallo Ricky, jongen, leuk om je te horen. Hé, hun single staat op nummer 97 in de Cubaanse hitparade. Het is niet waar, zo hoog heeft Fidel Castro niet eens gestaan. Hoe het gegaan is met mijn eerste examen. Hoe weet jij dat ik een eerste examen heb gehad? Oh, van Anna. Het cijfer, dat was een 7. Ja, Rick. Nou, je hebt toch niet getwijfeld aan jouw opa, hè? Ja, dankjewel, jongen. Een 7. Ja, dankje. Oké, dat is afgesproken. Tot de volgende keer, Rick. Dag, hoor. Hou je taai. Zeg, Willem. Ja. Heb jij nou ineens een hele nieuwe manier uitgevonden om het woord 2.1 uit te spreken? Ja, maar over 3 weken is het wel een 7. Of mijn naam is geen Willem Bol meer.